Beuken. Welkom allemaal. Welkom bij dit gesprek in Spui 25 over de vraag wie investeert in de stad? Ik ben Tracy Metz, journalist, auteur en host van de live talkshow Stadsleven over alles wat het leven in steden aangaat. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het proefschrift van Rens Smit. Dit is het boek, Speculanten en Revolutiebouwers, projectontwikkeling in Amsterdam 1877-1940, dat verschenen is bij uitgeverij Van Tilt. Rens onderzoek gaat over de rol die projectontwikkelaars speelden in de bloei van Amsterdam, juist in de volkswoningbouw, in die tweede gouden eeuw. Logisch dat hij dit onderwerp koos, want hij is zelf projectontwikkelaar. We hebben vandaag drie sprekers over drie tijdsgewrichten. De eerste is Jaap Evert Abrahamsen over de vroegmoderne periode toen de markt in Amsterdam het voor het zeggen had. Jaap Evert is senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is gepromoveerd op de planningsgeschiedenis van Amsterdam. Mag het iets minder zwaar volgende keer, Jaap Evert? Zijn proefschrift is ook pas in het Engels verschenen. Prachtig uitgevoerd bij uitgeverij Brepels. En het heet in het Engels A Planning History of Amsterdam in the Dutch Golden Age. Echt heel mooi. Ons tweede spreker is Rens Smit zelf. Hij vertelt over zijn onderzoek naar eind 19e, begin 20e eeuw in Amsterdam. Dat kennen wij als de glorietijd van de woningwet en van de woningbouwverenigingen. Maar ontwikkelaars, de markt dus, speelde een veel grotere rol dan wij tot nu toe wisten. Dat gaat hij ons toelichten. Ons derde spreker is Nout de Vreeze. Hij zal vertellen over de naoorlogse periode, die door overheidsingrijpen werd gekenmerkt. Nout heeft veel functies gehad. Hij is onder andere voorzitter van de Federatie Welstand Noord-Holland geweest en stadsarchitect van Amersfoort. En hij is gepromoveerd op de sociale woningbouw. De drie zullen allemaal korte presentaties houden, waarna ik een kort gesprek met ze zal voeren. En daarna gaan we een plenair gesprek houden, ook met jullie, via Twitter met de hashtag investeren in de stad. En de Twitter komt binnen bij Lida, die de vragen aan mij zal doorgeven. Dus stuur je vragen in en rest mij het woord te geven als eerste aan Jaap Evert Abrahamsen. Juist, dankjewel Tracy. Ben ik hoorbaar? Ik hoop het wel. We gaan even beginnen, terug in de geschiedenis, beginnen bij het begin. We hebben deze middag chronologisch opgezet. We beginnen dus in de Gouden Eeuw. Die begon pak een beetje rond 1585. En we gaan, ik wil eerst even de bevolkingscijfers van Amsterdam kort met u doornemen. Die zijn, de groei van die stad was kolossaal tussen 1580 en 1680, van 30.000 tot 240.000. Dat zijn cijfers die we tegenwoordig niet meer kennen in Europa. Dat zijn groeicijfers die in Azië of Afrika nogal voorkomen. De stad had dus een kolossale woningbouw. Stuur daarmee om. Dat gebeurde op een hele andere manier dan nu. En de geschiedenis is ook niet gemaakt om van te leren. Dus ik wil even een paar kanttekeningen vooraf plaatsen. Het belangrijkste verschil tussen de periode die wij de Gouden Eeuw noemen en de huidige periode is de toenmalige afwezigheid van zoiets als een maatschappelijk ideaal. De maatschappelijke ordening, de ordening van de samenleving lag vast. Dat was een klassenmaatschappij waarin een stedelijke elite, de grote kooplieden-families, die bestuurde Amsterdam. En de mensen die daar niet bij hoorden, die hadden in principe maar te doen wat er gezegd werd. En dat gebeurde ook over het algemeen wel. Er was wel eens een keer een relletje als de boteraccijns te hoog werd, maar in principe was die klassenmaatschappij stond niet ter discussie. En die klassenmaatschappij weerspiegelt zich heel erg in hoe mensen woonden. Die bevolkingsgroei die is heel duidelijk ook op de kaart te zien.
Dus we gaan van 30.000 in 1580 naar 105.000 in 1622. En naar 240.000 in 1680. Als je naar op de kaart bekijkt, dan zie je ook dat de 1580 is ongeveer dat oranje deel op de kaart. Nou, dat is slechts ongeveer een vijfde of een zesde deel van die stad in 1680. Dus die stad is ook fysiek enorm meegegroeid met die bevolking. En ik zei net al, die klassenmaatschappij die weerspiegelt zich heel erg in de manier hoe mensen woonden. De grote uitvinding van de 17e eeuw was het wonen aan de gracht. Voor de mensen die dat konden betalen werd een woonmilieu gecreëerd met grote huizen in het groen. Zowel groen voor de deur als groen in je tuin. En dat zag er ongeveer zo uit. Dat was dus een heel op het gebied van ruimtelijke ordening bijzonder streng gereguleerd milieu. En als je dan zo'n grachtenhuis, van die grote huizen weten we eigenlijk alles. De huizen aan de Herengracht, daar, van ieder huis weten we wie er woonde, wat het kostte, bij wijze van spreken wat er aan interieur stond uit de boedelbeschrijvingen. Die huizen hadden een enorme tuin, die hadden koetshuizen, die hadden alle voorzieningen eigenlijk van een buitenplaats, maar dan in de stad. Als je dan iets verder uit het centrum ging, dus we zijn hier van de Herengracht afgezakt naar de Keizersgracht, de Kerkstraat. Daar zie je ook dat de prijzen gaan meteen omlaag. Want ik moet nog even één ding duidelijk zeggen. De gemeente, de stad, het stadsbestuur, zag de woningbouw niet als een opgave voor zichzelf. In principe was de vrije markt, werd geacht om te voorzien in woningbouw. Dus het enige wat de stad deed, was het verkopen van bouwkavels aan de hoogstbiedende via een veiling. Dit is een kaart van zo'n veiling en aan de Herengracht kostte zo'n kavel iets van 8000 gulden, iets in die buurt. En als je dan echt een heel groot huis wilde kopen, dan moest je er eigenlijk vier hebben. Twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Dat zie je ook op deze kaart. Hè. Dus met een beetje, als het een beetje tegen zat, was je zoiets van 25.000 gulden kwijt aan grond. Iets verder naar buiten werd het steeds goedkoper. Dit is het kaartje van de Leimaansgracht en daar kon je dus voor 200 of 300 gulden een bouwkavel kopen. En dat zijn die huizen waar nu, waar vroeger dus de arbeidersklasse woonde of de middenstand. Waar tegenwoordig ook nog wel een gezin kan. Maar vroeger woonden er in die huizen, we weten niet hoeveel mensen daar woonden. Daar woonde de grote anonieme massa van dagloners, matrozen, we weten niet wie daar woonde. Dat zijn de huizen waar nu gemiddeld één bakfiet voor de deur staat of twee. En waar een goed verdienende, twee verdieners gezin woont. Op de kaart kan je dus heel duidelijk zien, die prijs gaat omlaag naarmate je verder uit het centrum komt. Nog even over die vrije markt. Dat was dus het beleid. De markt moest voorzien in woningbouw. Dus iedereen moest maar iets zien te kopen of zien te huren voor zijn eigen budget. En daarbij was het van het allergrootste belang om je te realiseren dat er ook geen regels waren voor woningbouw. Er was dus niet zoiets als een minimale omvang van een woning, een bepaalde voorzieningen die daarin moesten zitten. Er was helemaal niets. Als je het kon betalen, dan kocht je een grachtenpand met alle voorzieningen. Als je dat niet kon, dan moest je het maar, bekijken hoe je het redde. En de mensen die helemaal niets konden betalen, woonden waarschijnlijk buiten de stad in een soort krottenwijkachtige situatie. Dus de verschillen op de woningmarkt waren oneindig veel groter dan nu. En de stadsontwikkeling was dus eigenlijk een soort publieke projectontwikkeling op hele grote schaal. De overheid verkocht grond voor zoveel mogelijk geld. En hoe beter dat ging, hoe succesvoller dat was. Op het moment dat die grond werd verkocht, viel die publieke grote projectontwikkeling uiteen in heel veel particuliere kleine projectontwikkelingetjes. Iedereen kon een kavel kopen, of 10 of 100. En kon voor zichzelf of voor andere mensen voor de huurmarkt of voor de koopmarkt gaan bouwen. Het resultaat is de huidige binnenstad die we nu nog kunnen zien. Aan de grachten kunnen wij nog min of meer ons begeven in een soort illusie van de Gouden Eeuw. Die kleinere huizen en zeker die krottenwijkachtige situaties, die zijn er niet meer.
En de van financiering door de overheid was natuurlijk in het geheel geen sprake. 100% van al die huizen in de binnenstad, in de 17e eeuwse binnenstad, die werden betaald, gebouwd door de particuliere eigenaren. Ik denk dat daarmee even de hoofdlijn is neergezet. Dank u wel. Dankjewel, Jaap Evert. Ik was getriggerd door een paar begrippen die in je verhaal langskwamen. Je hebt je verhaal genoemd de optimale stad. Ja. Waarom? Dat is een beetje een flauw... Dat is een beetje een flauwe... Hoorbaar? Oh. Een beetje een flauwe grap, omdat je hebt heel veel boeken die gaan over de ideale stad. En het is heel duidelijk dat men in de 17e eeuw niet streefde en ook geen idee had van een ideale stad. Men kon niet anders dan een optimale stad nastreven. Wat was het begrip van optimaal toen dan? Er waren eigenlijk drie kernpunten die worden genoemd door in 17e eeuwse stukken. Dat is winstgevendheid, natuurlijk, schoonheid en functionaliteit. Dus er waren eigenlijk drie hoofdbegrippen waar de stad aan moest voldoen en waarbinnen ook woningen en andere dingen. Moesten voldoen. Maar dan is het toch niet een flauwe grap? Dat klinkt dan echt als het ideaal van toen. En eigenlijk ook van nu. Het is een flauwe woordspeling. Nee, het is niet zozeer een flauwe grap. Het zijn drie onderling samenhangende aspecten van stadsontwikkeling die werden gezien als belangrijk. Dus als iets goed functioneert, dan zal het ook geld opleveren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus als je een goed werkende stad weet te ontwerpen, dan kun je veel grond verkopen en veel geld verdienen. En krijg je dus ook waarschijnlijk een mooie stad. Omdat je mensen weet zo gek weet te krijgen om te investeren in woningbouw. Ja. En dat is ook wel gebleken, want de hele wereld komt hier naartoe om te kijken naar het resultaat. Dat is waar. Ja. Ja. Je noemde net het begrip publieke projectontwikkeling. Dat vond ik echt een leuke. Want ik ben gewend projectontwikkeling te zien als een zaak van particuliere en particuliere bedrijven. Ja, ik denk dat je... Kijk, die koopmanselite die Amsterdam bestuurde, die grote families, die bepaalden wie er in het stadsbestuur kwam. Die zaten daar zelf in. Die hadden allemaal zelf ervaring met vastgoedontwikkeling. Hè, alleen al door hun eigen huizen te bouwen, maar ook door voor de huurmarkt. Iemand als Johan Huidekoper, burgemeester, die had hier een groot huis op het Singel. Maar ontwikkelde voor de huurmarkt in Amsterdam, maar ontwikkelde ook buitenplaatsen aan de Vecht. Dat soort types zaten in dat stadsbestuur. Die wisten precies wat ze deden. Dus op het moment dat zij zich met het stadsbestuur gingen bemoeien, was eigenlijk pasten zij diezelfde principes toe, maar dan in het stadsbelang. Dus overheid en burgerij waren nagenoeg één? Min of meer, ja. Dan moet je wel zeggen, de burgerij... De gegoede burgerij. Ja. Ja. Er was toch ook een schandaal van een burgemeester die grond ging verkopen in de grachtengordel. Waarbij het zelfs de stadgenoten te gortig werd. Ja, ja maar dan zie je... dat was de burgemeesters Oetjes en Kromhout. Die je een beetje kunt vergelijken met misschien... vastgoedboeren die je nu wel hebt. Maar als je dan kijkt naar de reacties van hun grootste tegenstander, de burgemeester Cornelis Pietersoon Hooft, op deze speculanten, Hooft de vader van de dichter, zijn probleem met die activiteiten van die speculanten was niet zozeer dat het prijsopdrijvend was of dat er iets, maar dat het de markt verstoorde. Zij creëerden een monopolie. En daardoor kon die vrije grondmarkt en de vrije woningmarkt niet goed functioneren. Dat was het grootste probleem. Dat Hooft, die we eigenlijk wel een beetje kunnen zien als een soort van ideoloog van het Amsterdamse stadsbestuur in de vroege 17e eeuw. Dat was het probleem dat hij had met die speculanten. Dus het was echt puur liberaal? Ja, maar waarbij wel gestreefd werd naar een goede ordening van die markt. Ja. Ja, want dat noemde je ook in je verhaal. Er was een heel streng ruimtelijk ordeningsbeleid.
De bouw zelf werd aan de particulieren overgelaten, maar de kavels en de indeling van de stad en het bepalen wat waar gebouwd werd, dat was wel aan strenge regels onderhevig. Ja, en dat had ook weer te maken met die functionaliteit, die schoonheid en die profijt. Tussen de grote grachtenhuizen wilde je, dat was men tot schade en schande wijzig worden, geen brouwerijen of suikerbakkerijen aan de Herengracht. Dat gebeurde dus ze deden toen al een functiescheiding? Jazeker. Iets wat we toch vooral uit de wederopbouw en het modernisme kennen hier. Nee, maar dat is in de 17e eeuw uitgevonden. Eigenlijk aan de grachtengordel, vooral aan de Herengracht en de Keizergracht, daar werden heel veel bedrijven verboden. Die mocht je daar niet uitoefenen. Omdat anders die grachtenhuizen met hun mediante tuinen wel eens in de stank of in het lawaai zouden kunnen komen te zitten. Mm-hmm. En dat was niet de bedoeling. En dat zou de schoonheid en de winstgevendheid bederven? Ja. We gaan het zeker vandaag nog meer hebben over speculatie. Was dat een onderwerp in deze invulling van de binnenstad van Amsterdam zoals we hem nu kennen? Ja, dat hangt ervan af wat je met speculatie bedoelt. Ja. Wat denk jij? Zij noemden die twee burgemeesters en anderen noemden zij speculanten. Maar Hooft heeft dus gezegd, dat gaat dus niet om de handel, het gaat om het verzieken van de vrije markt. Dus om om de kartelvorming en de monopolievorming. Dus op het moment dat de markt goed georganiseerd was, was er kennelijk geen sprake van speculatie in negatieve zin, maar gewoon van handel. Maar als iemand bijvoorbeeld een kabel of vier kabels, zoals jullie zien, ging kopen en dan flippen, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. Gebeurde dat toen, die vorm van speculatie die we nu kennen? Ja, mensen kochten op de veiling grond en verkochten dat gelijk weer door. Maar dat werd eigenlijk niet gezien als speculatie. Ik ben geen econoom en ook geen economisch historicus, maar op het moment dat zo'n stadsuitbreiding plaatsvond, kwam er enorm veel nieuwe bouwgrond bij. Dus het aanbod werd veel groter. En je zou verwachten dat speculatie eerder zou optreden in tijden van schaarste. Precies. En aan het eind van de aanleg van de grachtengordel is het niet eens meer gelukt, hè? Ze kregen het niet aan de man. En daarom hebben we grote gebouwen als de Hermitage aan de Amstel grond het eigenlijk ook door particuliere woningen had moeten worden ingevuld. Ja, in principe. Maar ja, ze hadden veel te veel bouwgrond. En dat is na het rampjaar, toen de economische recessie intrad voor lange tijd. Welk jaar? 1672. Toen ging het economisch heel slecht en is er heel veel bouwgrond blijven liggen tot in de 19e eeuw. Daar hebben we ook Artis nog aan te danken. Als groene enclave in de binnenstad. En we gaan toe naar het verhaal van Rens Smit over zijn proefschrift Speculatie en Speculanten en Revolutiebouwers. Kun je een brug slaan van de periode van deze bloei van de stad en de grachtengordel zoals we die kennen, naar de periode die begint halverwege de 19e eeuw? Ja, ik denk in de 17e eeuw zie je dat bij de eerste grote vergroting zie je dat ze niet onder controle hebben, die stadsuitbreiding, die systematiek van stadsuitbreiding. Te veel grond bedoel je, te veel grond ontwikkeld? Nou, er was van allerlei gedoe over onteigening, slecht grondbeleid, slechte planning. In de tweede helft van de 17e eeuw hebben ze dat eigenlijk heel goed gedaan. Het werd op de tekentafel helemaal tot in de puntjes ontwikkeld en ook zo aangelegd. De winstgevendheid was ook veel groter. In plaats van een half miljoen gulden werd er toen 3 miljoen gulden aan grond verdiend, terwijl er ook nog een groot deel niet werd verkocht. En je ziet dat daarna breidt Amsterdam helemaal niet meer uit. Dus na 1672 is het al klaar. En dan begint het pas weer in het laatste kwart van de 19e eeuw. En je ziet ook dat dan de kennis van die stadsontwikkeling verdwenen is. En dan krijg je dus weer een soort van wildwestachtige ontwikkeling met de bouw van allerlei woningen in de polder, bijvoorbeeld veel planning. Allerlei buurgemeenten van Amsterdam gaan in het Wilde Weg allerlei ontwikkelingen toestaan. En pas later krijgt de stedelijke overheid weer grip op dat. Op die groei van de stad. Die overheid was misschien ook een andere overheid dan in de periode die jij beschrijft, dat het eigenlijk gegoede burgers waren die zichzelf bestuurden. Nou, ik denk dat dat in de 19e eeuw nog steeds wel de sigaren rokende mensen.
mensen met dubbele achternamen waren. Ja. Nou, dat ga ik zo aan Rent Smit vragen. Tot slot nog één vraag, Jaap Evert. De stad was erop uit om met die grond veel winst te maken. Winstgevendheid, schoonheid en functionaliteit waren de mantra van toen. Wat gebeurde er met dat geld? Verdween het in de zakken van die gegoede burgers en hun families? Of was er een soort overheidskas waar de stad andere belangrijke dingen mee kon doen? Nee, dat geld, het was niet zo, er waren niet budgetten en begrotingen zoals we die nu kennen. Maar dat geld werd in principe gebruikt om publieke werken mee aan te leggen. Want om die grond te kunnen verkopen moest je eerst grachten graven, fortificaties aanleggen. Heel veel grondverzet. Dat moest ervan betaald worden. Dus in die zin was het echt projectontwikkeling. En de overheid had een heel klein budget. Er waren ook niet, de burgemeester zei, was geen betaalde baan. Dat deed je erbij, als erebaan. Naast je koopmanshuis bijvoorbeeld. Nog steeds een erebaan. Maar op een ander lees geschoeid. Maar beter betaald, ja. Ja. Dankjewel. We zien je straks terug in ons plenair gedeelte. Ja. Jo. Rens, mag ik je uitnodigen om voor de tweede keer je proefschrift te verdedigen? Dat hoop ik niet, Tracy. Dat, Even kijken. Ja. Ging het toch weer fout. Ik wacht met smart op mijn plaatjes. Oh, ik heb hier een apparaat. Oh, sorry. Dames en heren, stadsuitbreiding Amsterdam, 1877-1940. Het kwam net al in het gesprek tussen Tracy en Jaap Evert aan de orde dat na het rampjaar 1672 lag de stadsuitbreiding stil. En dat was zo rond 1850 nog steeds zo. De stad verkrotte, de grachten stonken. En de wallenkanten die vielen in de gracht. Dus voor een deel vergelijkbaar met de situatie waar we nu in zitten. Het gemeentebestuur deed niks. Het gemeentebestuur, en dat waren wel degelijk, was wel degelijk de financiële en anderszins de elite van de stad. De Van Egens en dat soort mensen. En die hadden een idee van en een politiek van laissez-faire. Deed de markt niks, bouwde de markt geen woningen voor mensen die het slecht konden betalen, dan gebeurde er gewoon niks. De situatie liep uit de hand. Ik zal een plaatje laten zien. Dit is Amsterdam 1842. En dan zie je, kijken of ik dat kan. Ja, dan zie je hier allerlei illegale uitbouwsels. Fabrieken, boerderijtjes, tuinderijen en allerlei krotwoningen. Nou, zo rond eind jaren 1860... werd het zelfs het gemeentebestuur te gek. Kwam een stedenbouwkundig plan, een prachtig plan van meneer Van Niftrik. In die 5 minuten die ik heb, moet ik die plaatjes helaas overslaan. Plan Van Niftrik werd afgekeurd. 11 jaar later, 1877, kwam er een ander stedenbouwkundig plan. En dat is de onderlegger geworden voor de uitbreiding van Amsterdam. En in die uitbreiding, en daar gaat mijn proefschrift over, hebben projectontwikkelaars een hele belangrijke rol gespeeld. Nee, ik doe het verkeerd. Dat moet die zijn. Dit is de nieuwbouwproductie naar opdrachtgever tussen 1876 en 1940. Ik heb op advies van Tracy alle moeilijke termen er verder uitgehaald. De blauwe staafjes, dat zijn de projectontwikkelaars. De oranje staafjes voor de oplettende kijkers, dat zijn de woningcorporaties en die zie je in Amsterdam pas woningen produceren, heel weinig, trouwens heel klein, rond 1909. Dus 8 jaar na invoering van de woningwet. En de grijze staafjes, dat is het gemeentelijk woningbedrijf vanaf 1915. En dat richtte zich, omdat de corporaties daar niet heel veel zin in hadden, op de allerlaagste inkomens. Als je die periode 1876-1940 bekijkt en je kijkt naar de totale bouwproductie, dan zie je dat ongeveer 75% van wat er in die periode gebouwd is door en in opdracht van projectontwikkelaars.
Ik laat een paar plaatjes zien. Dat is altijd aardig om even te illustreren wat ze neerzetten. Dit is de Bentinkstraat in Westerpark. In de buurt woon ik zelf en met genoegen. Dit is het Mercatorplein in Bosselor, gebouwd door, of ontwikkeld door de beroemde en in sommige kringen beruchte ontwikkelaar Heren van der Schaar. De man van het 6000 woningenplan. Dit is de Witte de Witstraat, gebouwd door, in opdracht van de ontwikkelaar Lobato. De man is daar in 1921 mee begonnen en in 1923 was die krakend failliet op dit project van 400 woningen. Dit was overigens toen nog grondgebied van de gemeente Sloten. En de gemeente Sloten had in de uitgangspunten staan dat arbeiders, kroegen en instellingen voor ontucht niet welkom waren. Dus dit was echt middenstandsbouw. Hij is er tot groot verdriet van hemzelf, maar ook van de gemeente. Want wethouder Miranda moest de financiële problemen oplossen. Zoals ik zei, failliet opgegaan. Nou, Centuurbaan de Pijp, dat kennen we allemaal. De eerste voorbeelden van projectontwikkelingsbouw, ook al voor Plan Kalf. En dit is de Churchilllaan in Zuid. De gebroeders Waaier hebben in de jaren 20 en 30 heel veel woningen in Zuid en in Bosselommer gerealiseerd. Ik kom op een heikel punt en de volgende spreker, Nout de Vreeze, die zal het daarover hebben. En het wordt nu al ik kijk nu al uit naar een discussie over het thema speculatie. Ik heb voor 25 locaties in de stad de prijsontwikkeling uit het kadaster gezocht. Ik heb er hier vier bij elkaar gezocht. En at random, om het maar even zo te zeggen. Om te voorkomen dat mensen zeggen, ah, je hebt natuurlijk de goedkoopste eruit gezocht. Nee, Oost, het plan van Van der Schaar en mijn eigen Nassaukade, althans mijn eigen woonplek. Je ziet twee dingen. Ten eerste dat tussen de aankoop en uiteindelijk het moment dat er gebouwd mocht worden, dat er nauwelijks transacties plaatsvinden. Eén keer gekocht, bleef gekocht. Er werd dus in deze periode werd nauwelijks gespeculeerd met die grond. De oplettende kijkers zullen zeggen, maar er zit wel steeds zo'n hobbel in. Dat klopt, maar die hobbel vind je terug op het moment dat er in de kadastrale akte staat, in de kantlijn BWT, oftewel bouwterrein. Dan ging risico, namelijk een stukje boerenland, ging over in rendement. En dan kon het verkaveld worden en uitgegeven. Je ziet daarna ook weer dat er nauwelijks, nou deze Mercatorplein is een uitzonderingje, met grond en naderhand ook vastgoed natuurlijk, want dan stonden de woningen op. Daar werd nauwelijks mee gehandeld. Ik heb uitgerekend dat grond en vastgoed in de wijken waar ik het over heb, tot 1940 één keer in de 14 jaar van eigenaar wisselde. Het valt buiten de scope van deze lezing en ook buiten de scope van mijn proefschrift. Maar ik heb het ook onderzocht voor de periode na 1940. En dan zie je dat met name in de periode 1970-1980... hele straten, met name in Oost, maar ook in Nieuw-West, dus Bosselommer, drie keer op een dag van eigenaar verwisselde. Maar in de periode waar ik het over heb, niet. Dat komt overigens ook, en daar zullen we het straks ongetwijfeld nog met Nout over hebben. Het ging hier om een doelgroep, om woningzoekenden, kleine middenstanders en zoals de beroemde schrijver Gerard Reven het zei, geschoolde arbeiders. En die konden 4,5 gulden in de week betalen als huur. Dus je kon wel speculeren, maar dan stonden je panden leeg. Even kijken, het volgende plaatje. Ja, ik heb ook onderzocht, en dat heb ik gedaan in de archieven van ING, de rol van hypotheekbanken. Nou, de projectontwikkelaars hadden een hele negatieve naam. Hè, speculanten en revolutiebouwers. Die hypotheekbanken die hadden ook een hele negatieve naam. Een onderzoeker van het Stadsarchief die
beschrijft dat de hypotheekrentes konden oplopen tot 20%. Het frappante is wel dat hij daar geen bron bij vermeldt. En de beroemde hoogleraar en auteur Auke van der Woud, die wist in een van zijn overigens prachtige boeken te vertellen dat de hypotheekbanken rijk werden uit de faillissementen van projectontwikkelaars. Nou, ik heb dus ook meteen mijn faillissement aangevraagd nadat ik dat gelezen had, want ik denk dan stroomt het geld binnen. Ik heb tegen de 600 hypotheekakten uit de periode 1880-1940 onderzocht. En dan zie je dat omdat die hypotheekbanken, en dat waren er rond 1900 meer dan 70. Nou, je ziet het hier, de Veendammer hypotheekbank, de Oldenzaalse hypotheekbank, de Zandvoortse hypotheekbank. Iedere zichzelf respecterende provinciestad had een hypotheekbank. Die concurreerde op prijs. En dat leidde ertoe dat die hypotheekrentes nogal gematigd waren. Ik kom op een gemiddelde uit van 5,25%. Voor de provisie gold hetzelfde. En wat interessant is om te zien, is dat die banken heel veel onderzoek deden op het moment dat er een aanvraag van een projectontwikkelaar binnenkwam. Er werd naar de man, ik kan alleen maar zeggen, de man zelf gekeken. Is die zuiver op de graad en er werd naar zijn aanstaande project gekeken. Niet alleen door mensen van de bank, maar ook door externe makelaars die het project nog eens in ogenschouw namen. Dus die hypotheekbanken, lage rentes, reguliere looptijden, overigens maar van 10 jaar, maar dat was in die periode was dat de gebruikelijke termijn. En marktconforme renten. Ik concludeer, en dat zal voor sommigen vervelend zijn, maar het Amsterdamse mekka van de volkshuisvesting is gerealiseerd door projectontwikkelaars. Die opereerden overigens niet, zoals de mythe wil, in een bestuurlijk vacuüm, want vanaf 1877 hadden we Plan Kalf, het stedenbouwkundige plan, het stedenbouwkundige onderlegger. De woningwet van 1901 perkte hun rol in en bijvoorbeeld in 1905 lag er een vuistdikke bouwverordening. Vanaf begin jaren 20 zie je dat wethouders als Wieboud en de Miranda gaan optreden, in functie komen. Nou, ze hadden wat mij betreft niet alleen een straat en een zwembad naar beide heren moeten noemen, maar de hele stad moeten plaveien met standbeelden. Want ik denk dat menig wethouder vandaag de dag een voorbeeld aan deze heren kan nemen. Hoewel ideologisch bevlogen, hadden ze heel pragmatische uitgangspunten. En met name die Miranda zei om de havenklap, we hebben die projectontwikkelaars nodig om productie te maken en daarmee de woningnood te bestrijden. Andere conclusie is, ja, speculatie. Er waren heel veel aanbieders, er waren heel veel projectontwikkelaars tussen 1880 en 1940, die elkaar allemaal naar de strot concurreerden. Er waren heel veel vragers, woningzoekenden, maar die hadden allemaal lage inkomens. Nogmaals, kleine middenstanders, geschoolde arbeiders. Dus die konden niet veel betalen. Dus met die speculatie, maar we komen er nog op terug, ongetwijfeld, viel het mijns inziens alleszins mee. En de hypotheekbanken die hadden ook te maken met een hevige concurrentie. Er waren een heleboel van en vroegen daarom een marktconforme rente. Dank. Dankjewel, Rent. Graag gedaan. Ik ben dol op verhalen die al onze preconcepties op een kop zetten. Heerlijk, ben ik ook dol op. Ja, ja. Heel goed. Ja. Heb je het gevoel dat je met je proefschrift een misstand hebt geredresseerd? Onze perceptie van projectontwikkelaars. De roep van de projectontwikkelaar is niet heel goed, hè? Nou, ik ben niet door de NEPROM betaald om het imago van de projectontwikkelaars op te poetsen. Maar ik was wel getriggerd door opmerkingen dat ze zo slecht bouwden. Ik was ook getriggerd door de opmerkingen over de hypotheekbanken. Dus ik ben dat gaan onderzoeken en heb gewoon gekeken, wat is er nou de facto gebeurd? Wat heeft er plaatsgevonden?
Je noemde een percentage van 75%, ja. 3 op de 4 woningen, ja, in die periode die door projectontwikkelaar zijn gerealiseerd. Was je zelf verbaasd over dat percentage? Nee, want er was tot de woningwet van 1901 niemand anders die kon bouwen. Er waren wel, laten we zeggen, maatschappelijk geëngageerde clubs die voor de minvermogenden, zoals dat toen heette, bouwden. Maar dat is in ieder geval getalsmatig is dat heel beperkt. En er waren enkele gefortuneerde families, waaronder weer de Van Egens, die onder andere in de Jordaan bouwden voor de minvermogenden. Maar ik weet niet of je dat... Deden zij dat als ontwikkelaar of als filantroop? Sarfati valt daar buiten, maar zeg maar de families die ook in de gemeenteraad zaten in begin of halverwege de 19e eeuw. Die deden dat onder het mom van filantropie. Maar ik heb jaarverslagen gevonden. En dan is regel 1 van het verslag dat de familie Van Egen zichzelf ook dit jaar een dividend van 5% toekent. Dat kun je nauwelijks sociaal noemen. Dat is in ieder geval, maar er zijn mensen die daar anders over denken, in strijd met de woningwet. Ja, daar hadden ze niks mee te maken, maar het had dus niks met sociaal te maken. Mm. En het waren woningen van, ja, 4x4 met alles in diezelfde ruimte. Slapen, koken, wat dan ook. Dus kwalitatief heel erg beperkt. Mm-hmm. En die periode waar je op hebt gericht, 1877, 1880 naar 1940, periode van 60 jaar... die is dus ongelooflijk invloedrijk geweest in de groei van Amsterdam. Ja, zeker. Eigenlijk net zo belangrijk als de periode die Jaap Evert Abrahamsen net beschreef, de aanleg van de grachtengordel. Absoluut. De stad bloeide economisch weer en er kwamen van heinde en verre mensen naar die stad die hier gingen werken en die dus gehuisvest moesten worden. En daar hebben die projectontwikkelaars, ja, laten we maar zeggen, het beroemde gat in de markt gezien en zijn gaan bouwen voor die doelgroepen. Je vertelde me dat je je proefschrift begonnen bent aan Eindhoven, aan de Technische Universiteit. Maar, nou, er was weinig respons op de insteek van je onderzoek. Ja, ik, lag het aan een persoon of lag het aan de... Nee, maar ik, als projectontwikkelaar heb je altijd haast. Dus en ik vond vandaag een afspraak en over 4 maanden de volgende, dat schoot niet op. Dus ik ben zo vrij geweest om Jaap Evert erbij te betrekken. En, dat en toen? Toen zat er A, tempo in. B, dat mailtje hangt nog altijd aan de kast. Dat Jaap Evert zei, ik heb het concept gelezen. Er staan erg veel onnauwkeurigheden in. Oh. Dus nou ja, gelukkig, dat is alleen maar, goed geweest. Dat heeft dit proefschrift opgeleverd. Dus hij was jouw subpromotor, zeg maar? Hij was mijn co-promotor, ja. Nee, ja. Maar degene die het inhoudelijk runde. Jij zegt dat die kritiek op de slechte kwaliteit van de bouw en de nadruk op winst, dat niet terecht was. Nou ja, er heerst een beetje het beeld dat die ontwikkelaars... Want als ik het voorbeeld mag afgeven, afmaken. We kennen allemaal de beelden uit de naoorlogse jaren tot diep in de stadsvernieuwingstijd van Jordaan, Pijp. Nou, echt de schimmel kroop over de muren. Nee, dat is waar. Alleen als je... Ik zeg meteen, die periode heb ik niet bekeken. Maar als je kijkt vanaf 1877... dan zie je dat die ontwikkelaars zich gewoon te houden hadden aan wat de gemeente voorschreef. Er lag een algemene politieverordening, heette dat toen nog, waarin een hoofdstuk zat over bouwen en slopen. En je kan nu wel zeggen dat de kwaliteit heel beroerd was, maar het voldeed aan de regelgeving toen. Mm. En ik neem aan dat als wij hier met z'n allen over 100 jaar weer zitten, dat we ons dan ook ziek lachen over de kwaliteit van de Vinex-locaties. Daar zijn er meteen al harde woorden over gesproken. Ja, daar hoeven we niet eens 100 jaar over op te wachten. Dus. Nog even over het begrip speculatie. Dat is een beetje de rode draad van vandaag. Jaap Evert zei dat een heel andere lading had in de tijd van de eerste Gouden Eeuw, de aanleg van de grachtengordel. Vind jij dit een periode van een onheuse winst te maken? Ja,
dat is een heel interessant thema. Ik zie Nout al kijken. Hij gaat er ook wat over zeggen. Ja, Nout gaat er iets over zeggen. Ten eerste, er zijn nauwelijks archieven van projectontwikkelaars overgebleven. Dus je kunt niet, en zeker niet op grotere schaal, onderzoeken... wat hebben ze nou aan hun projecten verdiend. Ik ben één stichtingskostenopzet tegengekomen van de gebroeders Waaier... van een prachtig project in Bos en Lommer. En daar hebben ze 400 woningen neergezet... en daar verdienden ze 10 gulden per woning aan. Nou is daar meteen een kanttekening bij te maken... want ze losten ieder jaar hypotheek af en de huren gingen ieder jaar omhoog. Dus 40 jaar later hebben ze daar ongetwijfeld veel aan verdiend. Het probleem was, ook in de gemeenteraad, ook in discussies tussen wethouders als Wieboud en de Miranda en de gemeenteraad, dat ten eerste was het heel lastig om het begrip te definiëren. Wat is dat dan, speculatie? En ten tweede, die raadsleden, en zoals de Miranda een keer zei ook... de man op het achterbalkon van de tram, die riepen wel dat er gespeculeerd werd... maar ze kwamen nooit met cijfers. Je komt nergens cijfers tegen. Dus wethouders als Wieboud en de Miranda zeiden... ja, laat maar zien, wat toon maar aan dat er gespeculeerd wordt. Het gebeurt vast wel, maar wij willen cijfers zien, rugnummers. En die waren er niet. Dus in 1926 ligt er een lijst in de gemeenteraad... van een stuk of 25 ontwikkelaars die, nou, dat was helemaal de limit... gespeculeerd hadden met erfpachtgrond. Nou, ik heb ze alle 25 in het centraal archief van het kadaster in Arnhem nagezocht. Geen sprake van. Ze kregen een erfpachtovereenkomst. Ze zetten 40 woningen neer. En je ziet letterlijk 80 jaar later dat die woningen nog steeds... en ook door diezelfde familie geëxploiteerd worden als huurwoning. Mm-hmm. Dus... de Miranda's... Dus jouw beroepsgroep is gezuiverd van blaam? Absoluut, ja, ik wil dat wel. Dat dacht ik al, nee, dat de conclusie was. Nee, maar je kan het getalsmatig niet aantonen. In de zin van, ik liet zien... er werd eens in de 14 jaar werd een stuk grond verhandeld. Mm-hmm. Nou, daar kan je lastig van zeggen. De periode na de oorlog en met name de jaren 70 en 80... is compleet anders, want toen allerlei... dubieuze BV'tjes uit Andorra en Liechtenstein... die kochten hier in Amsterdam hele straten op. En een dag later waren ze weer verkocht. Dus, maar dat... Nu zijn het fondsen uit Qatar. Ja, precies. Maar, ja. Gaan we het zeker ook over hebben. Tot slot. Jij bent je onderzoek begonnen in 1877... omdat toen eigenlijk de gemeente ingreep. Na wat Jaap Evert ook al zei. Een ontzettend lange periode waarin het bestuur eigenlijk niks deed aan stadsuitbreiding, aan woningbouw. Waarom greep de stad toen pas in? Ja, omdat de hygiënische omstandigheden dramatisch waren. Ik had het er net met Nout over. Ik noem maar iets. In 1870 waren er in de stad 5000 kelderwoningen. Met 30.000 bewoners. En 5 jaar later waren het er 7.000. Met 70.000 bewoners. Dat liep uit de hand. En wat voor die bestuurlijke elite van dit land, ook, of voor deze stad, ook wel een probleem was. Was dat allerlei besmettelijke ziekten niet ophielden bij de hoek van de Herengracht. Doet dus corona ook niet? Nou, doet corona ook niet. Maar daar grijpt Hugo de Jonge in. Die hadden ze toen nog niet. Dus op een gegeven moment is het ook een welbegrepen eigenbelang om iets aan die huisvestingssituatie te doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ook te kunnen zeggen aan de hand van een stedenbouwkundig plan. Van joh, daar mag je wel bouwen en daar vooral niet. Dat is de reden geweest. Hygiëne, ziekte, het verkeer liep vast. Het was een puinhoop in de stad. Mm-hmm. En toen greep de stad in. Ja, ja. Zij het schoorvoetend en... Mijn heer de wethouder, wij bemoeien ons toch niet met de esthetiek, riep een raadslid die het allemaal onzin vond. Dus, niet met de esthetiek, maar wel met de woningbouw. Ja, in zekere zin wel. Maar het was een hele, hele marginale toetsing. En was echt nog het idee van laat de markt zijn werk doen. Mm-hmm. En dat is pas na de woningwet en met bestuurlijke kadjers als Wieboud en de Miranda is dat allemaal anders gegaan. Mooi beeld van Wieboud, hè? Van Hans van Heeswijk. Ja. Maar het had meer en groter mogen zijn van jou. Nou ja, ik vind dat deze man en ook de Miranda... Ja, ze hebben het warme zwemwater naar hem genoemd... maar ik vind dat die man een veel groter eerbetoon ten deel had moeten vallen.
Want die heeft echt zegenende arbeid verricht in deze stad. Mooi, mooi gezegd. Dankjewel, Rens. We zien elkaar zo weer in het plenaire gedeelte. Ja, hoe doen we dit coronaproof? Grote afstand om je heen. Nou, te vrezen, de handschoen is al voor je neergelegd. Kom hem oppakken. In aansluiting op de twee eerdere sprekers was er mij gevraagd om iets te vertellen over woningcorporaties na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb mijn opdracht iets breder opgevat, omdat het verhaal van de woningcorporaties na de Tweede Wereldoorlog echt heel nadrukkelijk begint voor de Tweede Wereldoorlog. En ook omdat ik de behoefte niet kon onderdrukken om iets ook direct of indirect over het proefschrift van Rens te zeggen, waar ontzettend veel over te zeggen valt. Veel meer dan ik in 7 minuten kan. En ook veel meer dan in 1,5 uur totaalprogramma te zeggen is. Er zou echt een hele dag over gepraat kunnen worden, over dat proefschrift en over alles wat dat allemaal losmaakt. Ik ga nu verder naar de conclusies van Rens, naar de woningcorporaties. En ik heb geprobeerd om daar maar een stelling aan te koppelen om het te vereenvoudigen. Het verhaal over de woningcorporaties is een buitengewoon gecompliceerd verhaal, zeker als je het halverwege de 19e eeuw laat beginnen, waar het feitelijk begint. Dan moet je dat vereenvoudigen. En ik heb dat gedaan door met een directe of indirecte verwijzing naar het proefschrift van Rens te zeggen dat woningcorporaties altijd nodig zijn gebleken om de hiaten van de vrije markt aan te vullen. En om de problemen die de vrije markt van projectontwikkeling liet ontstaan voor een deel ook op te lossen. En dat verhaal begint inderdaad, het is net al een paar keer gezegd, bij de onvoorstelbare woonomstandigheden van de 19e eeuw. Er is over die periode een karrevracht aan boeken geschreven. Ik heb er heel veel van gelezen, ik heb er ook heel veel over geleerd, over hoe rampzalig de situatie was van de huisvesting van min vermogenden, van mensen met lage inkomens of met geen inkomen, hoe rampzalig die huisvestingssituatie was. En de markt van particuliere projectontwikkeling in de 19e eeuw had daar geen antwoord op. Dat was de overwegende overtuiging van alle betrokkenen in die tijd. Daar kun je maar niet zomaar van zeggen dat probleem niet bestond. Daar was niet alleen een individueel probleem van individuele huishoudens, maar vooral ook een stedenbouwkundig probleem. Die huisvestingsomstandigheden die leidden tot een ongelooflijke verdichting van het bestaande stedelijke weefsel. En ik heb hier wat cijfers. Dat is misschien een beetje verwarrend voor kijkers thuis. Dit zijn zo'n beetje de samenvattende cijfers die je voor een belangrijk deel kunt vinden in de volkshuisvesting van 1899. Maar ook in het beroemde boek van Auke van der Wout, dat ik iedereen aanbeveel om dat te lezen, want daar staat het echt heel scherp in beschreven. Dit zijn de cijfers van de toenmalige markt van woningen. Ik wil er 3 dingen uithalen. 30% van alle woningen in Nederland zijn 1-kamerwoningen met 3 of meer mensen. Dat betekent dat meer dan de helft van de bevolking in Nederland in een 1-kamerwoning woont in die periode. Amsterdam had meer dan 5000 kelderwoningen die buitengewoon vochtig waren. Dat was het enige water wat je in zo'n woning kon vinden. Vocht op de wanden en vocht op de vloeren. En Amsterdam had 22.000 1-kamerwoningen met 77.000 mensen. Dat was de situatie. En de particuliere markt die leverde daar een behoorlijke antwoord op door het plan Kalf, wat net genoemd is, in te vullen. Maar dat gebeurde vaak met hele schrale woningen die ook weer overbevolkt raakten. Heel snel kwamen daar voor- en achter woningen per verdieping zonder behoorlijke sanitaire voorzieningen, met dichtgebouwde achterterreinen. En dat leidde tot een hele grote onvrede, niet in Amsterdam bij de bestuurders en bij de elite van de stad, maar ook elders in Nederland.
leidde dit tot een nationaal debat over de toestand van de huisvesting in Nederland. Dat hele verhaal ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van woningcoöperaties, omdat veel spraakmakende bestuurders, maar ook vooral artsen, erachter kwamen dat de markt van particuliere bouwers daar nooit een behoorlijk antwoord op zou kunnen vinden, omdat de rendementen van te investeren kapitaal in de ontwikkeling van woningen nooit genoeg zouden zijn als je dat wil doen met lage huren. Dus moest er een oplossing komen in de vorm van, en daar geeft de woningwet van 1901 een buitengewoon heldere definitie van organisaties die een soort, en ik zeg het nu in moderne termen, een soort hybride positie hebben. Aan de ene kant lokaal en particulier en aan de andere kant landelijk en publiek. Die combinatie werd de basis voor de oprichting van woningcoöperaties. En Rens heeft gelijk als hij zegt dat daar tot de Tweede Wereldoorlog eigenlijk maar heel mondjesmaat mee geopereerd is. Het duurde tot 1909, dus bijna 8 jaar na de woningwet, voordat de eerste financieringen via de woningwet tot stand kwamen. Maar dan zie je ook heel snel dat na de Eerste Wereldoorlog de rijksfinancieringen, los van particuliere hypotheekbanken die veel te hoge rentes vroegen en die veel te korte aflossingstermijnen eisten, concurrentie of niet, dat was de markt van het geld in de Nederland in de jaren. Daar was een overheidsfinanciering bij nodig. En hier zie je vlak na de Eerste Wereldoorlog de ongehoord grote overheidsinspanning om de woningnood na de Eerste Wereldoorlog voor een deel op te lossen met goedkope, betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens. Dat is de eerste grote argument waarmee je het historische bestaan van woningcoöperaties zou kunnen verdedigen. Het tweede argument ontleen ik aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. Ook dat was een periode met een ongekend groot woningtekort, vooral voor huishoudens met lage inkomens. Een enorme oorlogsschade in heel veel steden in Nederland. Veel meer dan wij weten. Veel meer dan Nijmegen en Middelburg en Rotterdam. Waren er heel veel steden met oorlogsschade. En dat moest allemaal opgelost worden. En dit was de samenvattende foto die ik in mijn eigen archief vond. Uit 1958. Van een huishouden wat op zo'n manier in de pijp woonde in Amsterdam. Waar de particuliere markt het allemaal zo goed voor elkaar had. Maar dat terzijde. Er kwam een enorme golf van grote bouwplannen in die periode tot stand, onder leiding onder andere van de woningwet. En Amsterdam had natuurlijk met zijn grote plan van Van Eesteren, wat al in de jaren 30 was gemaakt, een enorme kans om snel, efficiënt veel woningen te bouwen. Maar ook daarvoor hadden we de woningcoöperaties nodig, want op zo'n grote schaal, seriematig, industrieel, efficiënt, goedkoop te bouwen, dat kon niet zomaar. De markt kon dat helemaal niet. En de overheid, de lokale overheid en de landelijke overheid en de provinciale overheden hebben met man en macht gewerkt om samen met de woningcoöperaties dit probleem op te lossen. Dat is het tweede historische argument in aanvulling op het proefschrift van Rens. Het derde argument ontleen ik aan de, naast die enorme bouwproductie in nieuwbouwwijken, was er in de jaren 50 en de jaren 60 een groeiend probleem in de bestaande steden, in bestaande buurten en wijken en vooral in stadscentra. De stadscentra van de stad als Deventer, waar ik toevallig heel precies van weet, maar ook een stad als Amersfoort, Utrecht en ook Amsterdam, dit is een foto uit de Bijlmer, uit de Jordaan, die stonden er allemaal gruwelijk bij. En daar werd schaamteloos gespeculeerd. In grond, in oude panden, slopen, kantoren bouwen. Cityforming was echt een drama. Ik heb een hele aardige foto gevonden in mijn eigen archief. Een van de allereerste stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam op Bikkerseiland. Op de achtergrond zie je de kantoren staan die daar oprukten omdat particuliere projectontwikkelaars die grond kochten. Die kon je voor een appel en een ei krijgen. Je sloopte een paar krotjes en dan kon je er een kantoor wegzetten. En een van de eerste stadsvernieuwingsprojecten in die periode is door een woningcoöperatie gebouwd. Tegen de verdrukking in van de markt die daar helemaal niks in zag, werd door Paul de Leij samen met Lieve de Kei, woningcoöperatie in Amsterdam, een van de allereerste stadsvernieuwingsprojecten gebouwd. Dat heeft ertoe geleid dat er in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70,
voor een deel na en voor een deel tegelijkertijd met die enorme bouwgolf van nieuwbouwprojecten vooral ook steeds meer aandacht ging bestaan voor de bestaande stad. En dat was ook weer iets waar de particuliere projectontwikkeling totaal geen oog voor had. Dus woningcorporaties moesten samen met gemeentebesturen plannen maken om de bestaande steden te redden. En dat deden ze met dit soort kleine projectjes. En dat deden vooral ook woningcorporaties. En dat hing natuurlijk samen met een enorme maatschappelijke beweging van een debat onder jongeren, onder studenten. Die allemaal wel in de buurt van die bestaande steden wilden wonen. En daar ontstond een ware oorlog onder een jonge generatie. Je zou wensen dat het nu weer zou gebeuren, want er is nu weer woningnood onder studenten. Er is nu weer voor niemand een kans van onder de 30 om een woning in Amsterdam te vinden. Je zou hopen dat de Vondelstraat en de leegstand en de speculatie die daar toen plaatsvond, dat dat weer eens op een behoorlijk antwoord zou leiden, waarin verzet komt tegen de neoliberale uitverkoop van steden zoals die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Ik moet oppassen dat ik mij beheers. Dat ik mij blijf beheersen. Ik wil nog een laatste statement maken. En dat is dat Rens in zijn proefschrift, waar ik overigens zeer veel bewondering voor heb, omdat hij een ongelooflijke hoeveelheid archiefmateriaal ontsloten heeft, wat nooit ontsloten is, waar ook altijd weinig aandacht voor geweest is. Dat heeft dus terecht dat hij daar van mij nu veel lof voor krijgt. Maar dat hij aan het eind van zijn proefschrift zegt dat wij het aan de particuliere projectontwikkeling van de jaren 20 en de jaren 30 te danken hebben, dat wij zulke prachtige buurten in Amsterdam hebben, dat bestrijd ik. Want in de jaren 70 en de jaren 80 hebben zowel in Amsterdam als in Rotterdam en in veel andere steden gemeentebesturen samen met de Rijksoverheid zich enorm ingespannen om de uitponding van particulier woningbezit, slecht onderhoud, hoge huren, uitpesten van bewoners die hun huur niet op tijd betaalden. Die prachtige buurten die wij hebben, die zijn voor een heel belangrijk deel, hebben we die te danken aan aankoopacties. Er zijn in Amsterdam, heeft een revolutie plaatsgevonden in de jaren 80. Gemeentebestuur samen met woningcorporaties en destijds het gemeentelijk woningbedrijf, om die particuliere woningvoorraad om te zetten in corporatiewoningen. Daarmee was onderhoud gewaarborgd. Daarmee konden lage huren gewaarborgd worden. En daarom zien die wijken er zo prachtig uit. Maar dat allemaal terzijde. Dit is de kaart van Amsterdam zoals die in 1992 was, met het bezit van woningcorporaties gekleurd. En het bijzondere van deze kaarten vind ik, die heb ik samengesteld uit een boek waar ze allemaal los naast elkaar staan. Daar kun je aan zien dat Nederland, wat de sociale woningbouw betreft, internationaal een ongelooflijk unieke positie heeft. Wij hebben overal in alle buurten sociale woningbouw. We hebben overal in alle buurten ook woningen met lage huren. Ook woningen met gewaarborgd onderhoud. Maar ik praat over de kaart van 1992. En ik denk, ik ben bang, dat dankzij het neoliberale beleid van de afgelopen 20, 30 jaar, dat echt veranderd is. Er is heel veel uitverkocht. Langzaam maar zeker loopt het percentage van sociale woningen in Nederland terug van 45 naar 35% en nog minder. En dat gebeurt ook in Amsterdam. Dus ook woningcorporaties zijn de laatste jaren more or less gedwongen door het hele systeem wat versnippert en verschuift om als projectontwikkelaar de commerciële sector op te zoeken. En ik zou het mooi vinden als we dat de komende jaren, ik las vanmorgen in de NRC dat alle politieke partijen nu meer overheid en minder markt, staat op de voorpagina van de NRC. Hoe lang heeft het geduurd voordat dat een keer nieuws werd? Mag ik het hier belaten? Mooi. Applaus mag best hoor. Nee, dat is vooral. Wat een gepassioneerd betoog. Prachtig, Nout. Dank je wel. Ik kan echt horen hoe diep dat bij jou gaat, hoe diep dat zit. Een paar vragen voordat we met z'n allen gaan praten.
Je scheerde er langs, maar ik zat de hele tijd erop te wachten. Je hebt de kraakbeweging niet genoemd. Oh, wacht even. Ik moet eerst even zeggen. Vondelstraat. Ja, je hebt een beeld laten zien, maar je hebt het woord kraakbeweging niet genoemd. Daar gaan we het over hebben. Stuur je vragen in met de hashtag investeren in de stad. En Lida zal ons zo zeggen wat het volk weten wil. Oké. De kraakbeweging, Noud. Nou ja, de kraakbeweging was een maatschappelijk antwoord op een misstand van de particuliere vrije marktsector in vastgoed en vooral in woningen. Waar luidruchtig overal in Nederland verzet tegen aangetekend werd tegen die misstand. En ik heb in een aantal gevallen ben ik adviseur geweest van gekraakte panden. En wij konden toen met steun van Marcel van Dam, de ouderen onder u kennen Marcel van Dam nog. Die was staatssecretaris van Volksvesting en die had binnen een paar maanden dat hij staatssecretaris was, had hij een nota geschreven, de huisvesting alleenstaande twee persoons huishoudens. De beroemde had-eenheden, waar je heel veel trappen voor moest lopen. Waar je vaak heel veel trappen voor moest lopen en soms zijn ze ook op totaal verkeerde plekken gebouwd. Maar als ze goed staan, en ik kan ze in Amsterdam zo aanwijzen, dan horen ze nu tot de meest gewaardeerde jongere huisvestingsprojecten die de stad te bieden heeft, nog steeds met een more or less gereguleerde huur. En het was dus precies het kern van wat ik net probeerde te betogen, dat woningcorporaties werden ingezet om dat soort projecten te beheren. Oude ziekenhuizen, oude postkantoren, oude panden, kazernes overal in Nederland, die met steun, een beetje steun van de overheid en met een rijksfinanciering, ik heb dat nog niet gezegd, voor een gegarandeerd lage rente, nou dat is op dit moment niet zo'n probleem, maar die lange beheertermijn van 50 jaar beheer, dat is natuurlijk toch was een kernpunt van het beleid van woningcorporaties, waar de meeste beleggers niet aan voldeden na 10, 15 jaar. En dat klopt precies met de gegevens die Rens in zijn proefschrift beschrijft. Die speculatie begint pas na 15 jaar. Dan wordt het uitgekocht en dan wordt het verpond. En als je precies de projecten zoekt, die meneer Van der Schaar die uitvoerig beschreven wordt, die heeft begin jaren 30 een oorlog veroorzaakt in Amsterdam met huurstakingen. Daar gaat het boek helemaal niet over, want na 12 jaar houdt het verhaal over Van der Schaar op. En zijn probleem begint pas daarna, want dan worden die woningen uitverkocht. En dan krijg je huurverhoging op huurverhoging op huurverhoging. En er ontstond ook voor de Miranda een gigantisch probleem in de jaren 30. Hoe hou ik die huurstakingen onder controle? Dat was zijn grote politieke opgave. En er ontstond tumult in de stad, vergelijkbaar met de Vondelstraat. Een ontaarding van de particuliere sector. Mag ik het zo noemen? In aanvulling op jouw proefschrift? Ik vond het mooi dat je de foto van de Vondelstraat liet zien. Puur persoonlijk hoor. Want de dag dat het leger op de krakers af werd gestuurd in de Vondelstraat, dat was de dag dat ik in de journalistiek begon. Kijk, dat was mijn. Om nooit te vergeten. Om nooit te vergeten. Ik woonde net in Amsterdam. Ik ben in 78 in Amsterdam komen wonen en in 80 brak de pleuren uit. En die nota van Marcel van Dam, die was toen al 5 jaar oud. Dus die Vondelstraat die is samen met een aantal andere panden, onder andere aan de Singel, toen via een woningcorporatie overgenomen uit handen van krakers, in goed overleg. Te zeggen van wij gaan die panden goed onderhouden, goed bewoonbaar maken voor woongroepen of voor alleenstaanden, studenten, werkende jongeren. En met een beetje subsidie van de Rijksoverheid. En dat ging eerst om 4000 woningen, het jaar daarna 6000 woningen, het jaar daarna 8000 woningen, het jaar daarna 10.000 woningen. Dat is in 4 jaar tijd in de periode van Marcel van Dam gebeurd. Je zou wensen dat er nu weer eens een minister was die zei ik maak gewoon een programma. En ik stop er een klein beetje geld in en ik geef dat geld vooral aan instellingen die waarborgen dat het voor lange termijn beheerd wordt en dat het goed onderhouden wordt. En dat kon je bij die particuliere bedrijven niet zomaar afspreken, niet zomaar afdwingen. Wat ik me herinner van de Vondelstraat, ik begon in de journalistiek net dat de kraakbeweging heel bepalend werd in Amsterdam. Ja. En ik herinner me de verbijstering dat het leger op burgers, weliswaar stoute burgers, opstandige burgers, werd afgestuurd. Maar de verbijstering dat het leger op onszelf, onze kinderen, werd afgestuurd. Dat zijn wij niet. Dat gevoel van
Hoe zijn we tot hier gekomen? Nou, daar hoef je niet op te antwoorden, hoor. Nou, ik heb erbij gestaan, want ik woonde net in Amsterdam en ik vond het allemaal reuze spannend. Vond je het ertussen? Sta je op de foto? Ik sta ongeveer op de foto. Ik kan mezelf niet aanwijzen, maar ik heb wel op die avonden dat de rookpluimen daar boven de stad hingen. En dat het was een evenement. Maar wat ik vooral interessant vond, is dat een groot maatschappelijk probleem, wat je nu zou kunnen zeggen, de woningmarkt is nu ook echt een groot maatschappelijk probleem. Enorm, daar gaan we het zo over hebben. Dat tot zoveel tumult leidde, dat vind ik nog steeds fascinerend. Dat je zou hopen dat dat weer zou gebeuren. Ja. Je had het erover in je verhaal, de aandacht voor de bestaande stad. Intussen bouwvallig geworden, je liet er sprekende beelden van zien. En dat moest opgeknapt worden door de corporaties en de gemeente. Daar hadden de projectontwikkelaars geen aandacht voor. Maar dat kan je de ontwikkelaars in de periode van Rens niet verwijten. Nee. Of wel? Nee, maar wat wel een interessante verschuiving is, dat is wat ik ook in het boek van Rens las, dat die meneer van der Schaar, die een van de grote projectontwikkelaars in het derde hoofdstuk van Rens, die was zowel projectontwikkelaar als opdrachtgever als aannemer. Die deed dus eigenlijk alles. En wat ik interessant vind van de woningcorporaties van voor de oorlog en van na de Tweede Wereldoorlog, is dat er via dat instituut een scheiding is gekomen tussen opdrachtgever en aannemer. En dat is in de woningbouw is dat mijns inziens een hele klassieke, belangrijke ordening om kosten en kwaliteit goed te waarborgen. En als je dat in één hand stopt, heb je geen controle. Dan heb je geen controle. En dat is een thema wat ik in het boek van Rens helemaal niet tegenkom. Terwijl ik denk, maar ja, je kunt op ieder proefschrift commentaar hebben. Ik heb al gezegd dat ik er ook grote bewondering voor heb. Maar dit is iets wat ik heel erg mis, omdat in een verhaal over particulier particuliere projectontwikkeling spelen die scheiding tussen rollen van partijen geen rol. Terwijl dat een essentiële factor is om product en kwaliteit en hoe het in de markt komt en hoe het daarna functioneert in de markt, is het heel belangrijk dat je opdrachtgeverschap en aannemerij en de architect, dat je dat uit elkaar houdt en in een soort helder spel moet je dat spelen. Dan is de kwaliteit more or less gewaarborgd. En in de situatie waarin, vooral in de 19e eeuw, aannemertjes en projectontwikkelaars allemaal in één hand zaten, heb je dat helemaal niet in de hand. Dat hebben we sindsdien geleerd, na de periode waar Rens over schrijft. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan naar ons plenaire gedeelte. Mag ik Rens en Jaap Evert op het podium uitnodigen? Ik zal er eerst afgaan. Oh, sorry. Moet jij in het midden zitten? Want jij bent degene om wie het allemaal draait. De wijsheid in het midden. Oh, ja. Mijn eerste vraag is aan Lida. Hebben we vragen op Twitter ontvangen? Nog niks? Hashtag investeren in de stad, mensen. Vraag het. Hier in ons klein select publiek een vraag? Super. Ik kom naar je toe op gepaste afstand. Kom even hierheen en dan ben je ook in beeld te zien. Even kijken, is mijn arm lang genoeg? Ja, dank u wel alle drie voor de lezing. Zeer interessant, alle drie de visies daarop. Stel je voor, Misha. Oh, ja, Misha. Rus ben ik, dank je wel, Tracy. Misha Rus ben ik en ik ben strategisch adviseur in vastgoed, in Amsterdam met name. En ik herkende alle plaatjes, dus altijd een leuke test van, dit is de Gerdouwstraat. Ja, het is de Gerdouwstraat, dit is de Vondelstraat. Oké, dat was een klassieker. Mooi. 1958, ja, de pijp, helaas ook herkenbaar. Niet dat de pijp was, maar die ken ik van verhalen van mensen waar ik mee werk uit de Spuistraat. Mijn vraag is, en dat vond ik een mooie, want ik heb gisteren een rondleiding gehad in de Amsterdamse Poort en daar met investeerders. En daar is juist bezig met functiemenging. En jij begon met de 17e eeuwse Amsterdamse uitvinding, Nederlandse uitvinding, functiescheiding. Nou, dat mag jij invullen. En ik ben benieuwd hoe jullie eigenlijk alle drie daar nu naar kijken van, er is veel meer functiemenging wordt nu gevraagd door de ontwikkelaars, waar ze nog wel eens met dan de stad weer in gesprek over moeten gaan. Vooral over, ja, hoe doe je dat
qua bestemming, qua erfpacht en wijzigingen van erfpacht. En dat is toch wel een vraag. Mixed use heet dat. Dus ja. Dat is mijn vraag. Dankjewel. En wie mag ik het woord geven? Nou, ik wil er heel graag iets over zeggen. Want ik heb dus net heel duidelijk 1992 op mijn laatste dia gezet. Sindsdien is er in de woningwet en in het beheer, de governance, zoals het met een deftig woord heet, van de besturing van woningcorporaties, heel erg veel veranderd. En het is lang niet allemaal beter geworden. Een van de dingen waar ik me ernstig zorgen over maak is de beperking van de agenda van woningcorporaties. Wat ze nog wel mogen en wat ze niet mogen. En in de jaren dat ik op school zat in Delft en daarna, jaren 70, jaren 80, jaren 90, aan het werk was, waren gemengde projecten door woningcorporaties heel gebruikelijk. Die konden eigenlijk alles doen. Die konden in alle soorten woningen, voorzieningen, ook in buurtvoorzieningen, ook in belangrijke buurtvoorzieningen, sociaal, maatschappelijk belangrijke buurtvoorzieningen, konden ze investeren. Dat mag niet meer. En ze mogen alleen nog maar in een bepaalde sector van de armoede, de ondergrens van de woningmarkt, mogen ze nog investeren. En dat is een ongelofelijke historische vergissing, een weeffout, noemt Hugo Primus dat. En ik citeer hem graag, omdat hij nog steeds een van mijn helden uit het vak is. Hij is inmiddels 80, maar hij zegt nog steeds hele duidelijke dingen. En een van de dingen, hij heeft een aantal weeffouten in de herziening van de hele sector van woningcorporaties. Hij noemt een van deze dingen is die mogelijkheid om te mengen in buurten, zowel de voorzieningen als de verschillende inkomensgroepen in één buurt. Daar kon vroeger een woningcorporatie de volle verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is allemaal afgeblokt in stukjes. Vandaar dat het nu zo moeilijk is om die functiemenging weer te heroveren, neem ik aan. Ik begrijp uw antwoord, maar ik bedoelde zelf iets anders. Ik bedoelde puur de functiemenging, de mixed use, op één bestemming. Dat wonen werken op één bestemmingpuntje in de kaart. Dat is waar het om gaat. Dus dat het niet meer alleen wonen wordt bestempeld, maar wonen en werken. Dus dat is niet specifiek de woningcorporatie, het is algemeen. Alle ontwikkelaars heb ik het daarover. Okay, dus ja. Dat hou ik graag van u. Ik kan er wel iets over zeggen. Ja, In de 17e eeuw had je een soort bestemmingsregeling die vooral het wonen moest beschermen tegen allerlei overlastgevende functies. Hè, wat ik al zei, brouwerijen of zeepziederijen waar dode varkens werden uitgekookt. Dat wil je liever niet te dicht bij je huis. Hè, dat lijkt me. En die regelingen werden steeds beter verzonnen en ook steeds beter toegepast. En er waren allerlei andere dingen, zoals feitelijk niet echt anders dan wat waar we vandaag mee te maken hebben. Kantoor aan huis in al die koopmanshuizen aan de gracht. Had men kantoor aan huis. Dus in die zin werden er alleen functies uitgesloten waar je echt last van had. Maar wat je in de naoorlogse periode zie je dat hele wijken zijn gebouwd met eigenlijk alleen maar 80, 90, misschien wel 100% woningen. Ja. En ik denk dat dat ook, dat is overduidelijk dat die wijken niet zo heel succesvol zijn op de woningmarkt op dit moment. Mensen willen dat niet, ja. Kennelijk. Kent? Ik denk dat de functiemenging weliswaar niet, zoals Micha zegt, Op het niveau van een één adres. Maar dat functiemenging in bijvoorbeeld wijken als de Pijp, maar ook in zo'n Mercatorpleinbuurt, waar je woont, waar je een school kunt, waar je een kroeg hebt, waar je een kerk hebt, dat nog altijd de kracht van dat soort wijken is. En maakt dat ze, hoewel je woningen hebt van 50 of 60 vierkante meter, dat ze 140 jaar na realisatie nog altijd in trek zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dus die functiemenging is zowel op wijkniveau als op een kleinere schaal is van heel groot belang. We hebben allemaal misschien met dezelfde verbazing gezien dat na jaren van heel veel vertrouwen in de markt, dat er nu dwars door de partijen heen, zelfs de VVD, roept nu om meer overheid, meer regie. Gaat dat helpen? Kun je vanuit jouw ervaring in die periode een voorspelling doen, Rens?
Ja, ik zie, laten we zeggen, een tamelijk ongeclausuleerde nostalgie. Hè. Er zijn allerlei stichtingen opgericht om zelfs oud-vrome ambtenaren die niet meer onder ons zijn nog weer tot leven te wekken. Ik weet niet of dat zinvol is, hoor. Ik weet niet of het per se zinvol is om weer een ministerie vrom tot leven te wekken. Want al was het maar omdat ik er zelf gewerkt heb en niet door mij persoonlijk, maar door andere ambtenaren dingen fout heb zien gaan. Je kan ook leren van je fouten. Ja, het zou ik in een aantal gevallen niet doen. Ik denk wel dat meer en zelfs veel meer overheidsregie, rijksoverheidsregie van belang is. Maar ik denk dat niet overmorgen of zelfs niet aanstaande dinsdag geregeld is. We hebben natuurlijk vanaf 1989 hebben die rol van de rijksoverheid langzamerhand buitenspel gezet. Dat bouw je niet in 3 weken weer op, los van het feit dat... Maar niemand zegt dat het in 3 weken moet. Nee, maar het moet ook niet in dezelfde periode waarin het afgebroken is weer opgebouwd worden. Het moet veel sneller weer teruggebouwd worden. Dat dan... was in de begin jaren 90, als ik me herinner. Ja, 1989 ja. Is de vader van de politicus die nu pleit voor meer vrom... is degene die begonnen is met het ontmantelen van vrom. Dus ik denk dat het van belang is, maar we zullen heel goed moeten nadenken over wat wordt dan of blijft dan de rol van gemeenten en met name de rol van provincies. Kijk, de vroegere baas van de Nationale Woningraad, ik ben al zo oud dat ik dat nog kan weten, die zei een keer op een congres waar 400 provincieambtenaren in de zaal zaten, van dames en heren, toen Alexander Graham Bell de telefoon uitvond, had de provincie als bestuurslaag kunnen worden afgeschaft. Daar zul je over moeten nadenken, want je ziet dat het nu niet goed gaat. En die constatering is duidelijk, maar de oplossing heb ik niet 1, 2, 3 voor ogen. En ik vrees ook een heleboel mensen die nu in de Tweede Kamer roepen om herinvoering van vrom ook niet. Ja. Nout, minder markt, meer regie van de overheid? Oprichting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vooral die drie poten, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Volkshuisvesting moet je dan misschien vervangen door het woord woningbouw. Dat lijkt me dan wel verstandig. En dan een heroprichting van de Rijksplanologische Dienst. Lijkt me ook echt een ongelooflijk belangrijke stap. En ik ben niet de enige die daarvoor pleit, maar ook allerlei commerciële partijen hoor ik dat de laatste tijd roepen. En ik denk dat vooral zou helpen. Even een hele kleine anekdote om dat te adstueren. Een minister die verstand heeft van dat vak. We hebben nu een minister die van allerlei dingen verstand heeft, maar echt niks weet van de woningwet en de bouwverordening en een bestemmingsplan en de herziening van al die spullen van de afgelopen jaren. De minister van Justitie is ook geen jurist. Je kan ook dingen leren. We hadden ooit een minister Bogaars. Dat was een vakbondsman uit de bouwvakbeweging. Die wist hoe die bouwproductie, die bouwindustrie werkte. We hadden daarna een minister Schut. Die was directeur van een heel groot stedenbouwkundig adviesbureau. Die kende ook het vak van boven naar beneden. En we hebben al heel lang ministers zitten daar die er gewoon niks van af weten. En dat is een beetje lastig. Dan moet je bij de formatie zijn, denk ik. Dat een minister verstand van zijn of haar vak zou moeten hebben, lijkt me eigenlijk buiten kijf staan. Ja, en dan in een landje als Nederland, waar de ruimtelijke ordening zo'n grote opgave wordt. Lees het boekje van de laatste Rijksbouwmeester. Die heeft daar een keurig boekje over geschreven over de nieuwe opgaves van Nederland. Er ligt een enorm rapport van de Universiteit van Wageningen over de toekomstige opgaves van de ruimtelijke ordening in Nederland. Daar heb je gewoon een ministerie voor nodig. En een minister die met hart en ziel daar tenminste 4 jaar en hopelijk 8 jaar aan kan werken. Ondertussen zitten we met een woningmarkt die nog steeds op slot is. En de journalist Floor Milikowski heeft dit prachtige boek geschreven dat jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Van wie is de stad? En daarin geeft ze een aantal cijfers waar je echt je lam van schrikt. Ze zegt, zitten we misschien aan het einde van de succescyclus? Ik heb zelf, toen ik in 2016 de Maaskantprijs kreeg, heb ik daar ook een essay over geschreven, of de stad nu leidt onder zijn eigen succes. En op de woningmarkt zien we dat zeker. Aanhoudende schaarste, prijzen die per jaar met tussen de 10 en de 25% stijgen.
Een nieuw probleem, onttrekking van woningen door Airbnb-verhuur. De bouw van heel veel kleine woningen. Deed me denken aan jouw cijfers, Nout. Van al die eenkamerwoningen van 10 tot 12 vierkante meter. Nu is het 27, maar ze heten toch kippenhokken. Maar wat Floor ook zegt in dat boek, en dat wou ik aan jullie voorleggen. Ze zegt, de gemeente is er zelf aan schuldig. Want duurdere woningen levert ook duurdere grond op. Dus meer inkomsten. Rent. Oud probleem? Oud probleem, 1897, de invoering van de erfpacht. Waarbij je heel erg moet afvragen, had dat nou bij het toenmalige gemeentebestuur sociale en maatschappelijke achtergronden? Of was het bedoeld om een graantje mee te kunnen pikken van die groeiende markt? Ik denk dat dat wel degelijk een rol speelt. Ik hoor allerlei ontwikkelaars en ik werk nu zelf aan een project voor in opdracht van het Leger des Heils. En dan gaat het om de huisvesting van tienermoeders. Nou zou het kunnen zijn dat dat uitsluitend dochters zijn van schatrijke Nederlanders uit het Gooi. Dat weet ik niet, maar ik heb het vermoeden van niet. Maar de gemeente Amsterdam is niet erg geneigd en genegen om een bijpassende erfpacht voor te stellen. Dus ja, de gemeente profiteert zelf ook van die hoge prijzen en gebruikt dat ongetwijfeld ten nutte van ons allemaal. Maar op het moment zelf en voor de plek zelf is het een probleem. Maar als ik Jaap Evert goed heb beluisterd, was dat in de 17e eeuw ook zo? Ja, maar ik denk dat je gewoon op de lange termijn zie je dat er een soort golfbeweging in zit. Dat als de toestanden op het gebied van stadsontwikkeling en woningbouw al te zeer uit de hand lopen, dan volgt er op enig moment een punt dat er ingegrepen wordt. Staan we op dat punt? Dat zou me niks verbazen. Als ik nu, ik zie in Amsterdam niet zoveel gebeuren de laatste tijd. Je ziet dat in Den Haag Airbnb schijnt verboden te zijn daar. Je ziet die pleidooien voor rijksbemoeienis met de planning van alles en nog wat. Woningbouw, klimaat, water, weet ik veel. Dat komt allemaal terug. Dus het zou mij niet verbazen als we nu weer, wat betreft de overheidsbemoeienis, in een opgaande lijn zitten. Of aan het begin van een opgaande lijn. Ja. Maar, Een van de elementen die Floor Milikowski ook in dit boek noemt, is de gretige interesse van buitenlandse beleggers in de Amsterdamse woningmarkt. Dat zijn fondsen uit Amerika, uit Engeland. Ik weet het Koninklijke Huis van Qatar ook graag in Nederland investeert. En ons eigen koninkhuis. Ja, maar die is met de prins die het ook doet in woningen. Hallo. We hoeven het niet aan de buitenlandse beleggers over te laten. maar de vraag is, is dit de ontwikkeling die we willen? En als we dat niet willen, kunnen we dat niet gewoon verbieden? Ja, uiteindelijk kun je alles verbieden. Ik weet niet of het zinvol is. Ik denk dat je veel meer, maar ik hoor graag wederom de reactie van Nout, moet zorgen dat er weer een corporatiesector komt die zoals bedoeld was met de woningwet van 1901 zorgt, en ik gebruik dat woord nog maar een keer, het is geen prettig woord, maar ik vind het wel een mooi woord, zorgt voor de minvermogende. En ik vrees eerlijk gezegd dat bij een heleboel partijen uit de letters van de partij de B weggevallen is, namelijk die van beschaving. En als je zorgt dat mensen die het niet kunnen betalen een goede woning krijgen, dat de woning ook nog eens goed beheerd wordt. Ja, ik heb, ik zal niet zeggen dat ik heb staan huilen toen de rijtour niet doorging afgelopen dinsdag. Ik ben niet erg royalistisch, maar ja, bedoel, als zo'n jongen uit verveling een paar huizen koopt, ja, dat moet hij zelf weten. Als je maar zorgt dat mensen daar niet het slachtoffer van worden, dat is het punt. Ik weet niet of ik nou meteen blij ben met het Koningshuis van Qatar, maar kijk, anders krijg je raadsleden in de jaren 20 met name de Miranda voor de voeten gooiden. Meneer, u streeft naar staatssocialisme. Nou goed, we hebben in een aantal landen, sommigen niet eens zo ver hier vandaan, gezien waar dat toe leidt. Dus ik denk dat je moet zorgen, en dat zou ook de taak van het door Nout vanmiddag opgerichte nieuwe ministerie van Vrom moet zijn, om te kijken hoe krijg je een goede balans tussen markt en niet-markt. Juist.
Ik had mij voorbereid op een heftig debat met Rens vandaag. Want ik heb zijn proefschrift van A tot Z gelezen, van de eerste tot de laatste bladzijde. En ik was toch op een aantal punten was ik het echt niet met je eens. Maar dit laatste wat je nou allemaal zei, denk van ja, dat kan ik volledig onderschrijven. En wat staatssocialisme betreft, één kleine anekdote. Ik heb in het verleden een aantal keer met Karel Weber heftige aanvaringen gehad. Karel is een beroemde architect die zich ook altijd nogal afzet tegen staatsbemoeienis. Beroemde dwarsligger. En dan verwijt hij mij dat ik een soort DDR-aanhanger ben. Nou, de ouderen onder jullie weten wat dat betekent. En ik ben altijd toch onder de indruk geraakt, als je dat op lange termijn ziet, hoe flexibel de Nederlandse overheid steeds meebewogen heeft, precies in het verlengde van wat Jaap Evert zei, met crisissen en dan weer een beetje terugtreden en dan weer maatregelen maken voor een crisis. En ik denk dat we nu in een periode zitten dat echt een stevige herziening van de ordening van de woningwet op allerlei punten moet gaan plaatsvinden. En dus ook een herwaardering van de corporaties. Dus een herwaardering voor de woningcorporaties en een herwaardering voor de Rijkstaak op het gebied van ruimtelijke ordening. Want dat is uiteindelijk de onderlegger van alle projectontwikkeling in Nederland. En daarmee terug naar de sterke traditie van de Gouden Eeuw. Toen een sterke ruimtelijke ordening eigenlijk de basis was van het icoon van Amsterdam, de Grachtengordel. Ja, waarbij je moet aantekenen dat daar geen rijks of wat voor overheid boven zat. De stad deed wat hij wilde. Oké. Okay. Dat dus hoort bij onze tijd. Ja. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek over woningmarkt in de eerste, de tweede en toch ook een beetje de derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Dank jullie hartelijk en ook aan onze luisteraars thuis.